Voormalig directeur Danielle Veira van DNV zal op 28 april voor de krijgsraad moeten verschijnen. Ook de burger IM zal de dag daarvoor op 27 april voor de rechter moeten verschijnen. Zij worden ervan verdacht dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan onder andere het medeplegen van ontvoering, oplichting, diefstal, huisvredebreuk en overtreding van de vuurwapenwet. In deze strafzaak zijn er reeds enkele personen veroordeeld. De bataljons, logistiek en infanterie van het Nationaal Leger hebben sinds vrijdag nieuwe commandanten. Major Nitish Ramgulang heeft het commando overgenomen van het bataljon logistiek van de landmacht. Ook het bataljon infanterie heeft een nieuwe commandant in de persoon van major Wimmy Marso. Volgens luitenant-kolonel Ashok Kumar Jagdeo, commandant van de landmacht, wordt er heel veel van de twee commandanten verwacht. De leiding zal de impact van hun werk daarom meten. Het platform reissector is bezig met de finalisering van het staatsbesluit voor het productschap rijst. Nadat de wet productschap rijst op 11 oktober 2022 door het parlement is goedgekeurd, is het proces opgestart om het daarbij behorende staatsbesluit op te stellen en goedgekeurd te krijgen door de stakeholders. Het platform Rijst heeft zich op de laatste vergadering van afgelopen vrijdag ook laten informeren over het verloop van de verstrekking van kredieten aan agrariërs vanuit het Nationaal Ontwikkelingsfonds. Op dit stuk komt het platform Rijstsector tot de conclusie dat er meer informatie moet worden verstrekt aan de agrariërs voor wie dit fonds bestemd is.